is de ene qua strategie, want daar baseer je je plan op. En dan is een hele harde veger. En een andere harde veger die zit hier. Die gooit dan de derde en de vierde stenen voor ons. Of als derde, dus de vijfde en de zesde steen, sorry. Hij zit ook nog op de middelbare school en combineert ook heel goed het curlen met het studeren. En hij zorgt eigenlijk voor de backup voor mij qua strategie. Dus als ik er even niet uitkom, dan overleg ik met Wouter en dan bepalen we het plan. En ik ben dus de aanvoerder, ik gooi de laatste stenen en bepaal de strategie.